Yo bitches, what's Gucci? Ik ben hier met Simone. En nou, wij wonen dus sinds kort samen in mijn Osso. En we hebben op Instagram gevraagd of jullie vragen hebben voor een Q&A voor ons. En die zijn godzijdank gesteld. Ja, we hadden gevraagd of jullie vragen hebben over ons, over ons apart, over onze vriendschap en over het samenwonen zelf. Dus let's begin. Wat is een gewoonte thuis die de een doet en de ander nooit zou doen? Ja, gelijk alles opruimen. Ja. Ja, ik ben wel de opruimer. Ja, maar dat is wel waar. Ik ben ook wel heel erg van het meteen doen. Maar meer in de zin van als je een broodje hebt gesmeerd, dat je het gelijk in de vaatwasser doet. En ik heb dan zoiets van, ik ga zo meteen nog wat eten. Dus dan heb ik weer dat mes nodig, dus dan laat ik het liggen. Maar ook weer met een soort goed doel, dat je niet weer een schoon mes pakt om weer... Uiteindelijk is het eigenlijk veel beter. Maar ja, weet je wat het is? Ons aanrecht is een soort heel groot, maar dat is het eerste wat je ziet. En ik wil gewoon dat dat soort opgeruimd lijkt. Ja. Eigenlijk is het gewoon, de locatie is niet handig, want het is een soort tafel waar je alles oppleurt. Je moet een soort potje maken, gebruikte mensen. Ja. Verder is er niet veel hoor. Nee, dat denk ik ook niet. Hoe ben je aan het huis gekomen? Ja, daar kan ik heel simpel over zijn. Ik huur dit van mijn moeder, dus ja. Wat is het leukste dat jullie samen hebben gedaan? We hebben het hier over gehad. Ja, dat weet ik echt niet hoor. Maar het is zo cliché om te zeggen, alles wat we doen samen is leuk. Maar het is, ik vind het meest simpele ook leuk, boodschappen doen ofzo. En de allereerste avond dat Simone en ik elkaar echt leerden kennen, toen zijn we echt gigantisch dronken geworden. Ja. En toen kwamen we gewoon achter dat we zo ontzettend veel overeenkomsten hebben. En dat is het voor mij wel een avond, dat vergeet ik nooit meer. Ja, maar we bleven ook echt met z'n tweeën over. Ja. We zaten echt met een groep meiden en wij bleven echt met z'n tweeën over gewoon. Maar nu was het echt gewoon, where have you been all my life? Ja, dus dat vond ik al heel leuk. Ja. Ja, sowieso die keer dat we bij het leeuwtje overdag al gingen zuipen, tot de avond, dat was ook geweldig. Dat vond ik ook heel erg leuk. Dat we gewoon om, wat was het, 3 uur 's middags al begonnen met zuipen daar. Ja, toen voelde ik me echt een goosje van. Ja. Dat was heel leuk. Lekker eterijen overal. Ja. En ook gewoon samen naar thuisavond een keer met z'n tweetjes. Dat was ook dat soort dingen. Ja, toen ontdekten we gewoon echt dat met de grote groep is heel leuk. We hebben echt super leuke vrienden hoor. Ja. Dus we waren met z'n tweeën en dat ging zo, gewoon vanzelf gewoon. Ik weet niet, alsof we in een park liepen of zo. Ja. Het ging heel best. Nou, nu hebben we het alleen maar voor zeepen uitgaan. Inderdaad, dat is slecht. Maar dat doen we ook wel veel. Nou, de verhuisdag vond ik ook echt geweldig. Ja, dat vergeet ik ook nog meer. Toen waren we hier dan met Bas. Ja. Maar dat was echt zo. We zaten op dat balkon en ik dacht vet chaotisch, maar wel echt gewoon heerlijk. Super mooi weer. Ja. Toen voelde ik me echt heel rijk. Ja. Het is heel grappig, want wij kennen elkaar dus nog helemaal niet zo heel erg lang. Bijna een jaar wel, toch? Nee, joh, gekkie. Sinds september. Bas op de plas was toch september? Ja, onze vriendschap is een soort van, we kenden elkaar dus al die avond, dus dat we elkaar leren kennen was helemaal mooi en zo. Ja. Maar ja, dat was wel gewoon van, hallo meisje die ik nu tijdens het uitgaan een knuffel gegeven, weet je wel, een beetje zo. Ja. Maar toen hadden we dus een feestje gehad en er was wat gebeurd en toen had ik haar dus een spraakmail gestuurd met hoe dat ging. En vanaf toen zijn we nooit meer gestopt met praten. Nee. Maar ook echt nooit meer. Nee. Het is gewoon de hele dag door. Ik weet nog wat jij een keertje vroeg, lag ik in bad. En toen vroeg je wat ik aan het doen was en toen verwijderde je dat. Oh ja, want ik dacht even, wat doe ik eigenlijk? Want je reageert, toen wist ik nog niet dat Simone heel slecht was in appen. Yeah. En toen dacht ik van, misschien wil ze dit helemaal niet. Of is ze wel wat aan het doen, weet je, komt het helemaal niet uit. Nog steeds is Simone heel slecht in appen boven mij. Zo. Maar nu hoeft dat dus niet meer, want we zien elkaar. Maar toch doen we het nog. Ja, dat klopt. Dat is ook wel grappig. Ja, maar als ik boodschappen ga doen, ik kan het blijkbaar gewoon niet. Dus ik bel elkaar al 5 keer. Ja, nou ik heb ook af en toe wel wat voor soepje wil. Ja. Dat is waar. Ja, maar we hebben misschien iets zelfstandiger wat boodschappen betreft. Ik heb gewoon nog eens iets van, straks koop ik net het verkeerde. Ja, ik vind boodschappen doen zo leuk. Ik heb veel stress, want denk ik straks dan ben je net niet eens met wat ik gekocht heb. Terwijl ik ben heel makkelijk, denk ik gewoon is goed. Ja, ik ben niet makkelijk. Nee, dus dan denk ik wel. Ja, maar dan ligt het dus aan mij, niet aan jou, eigenlijk. Nou, allebei had ik zo ook gewoon kunnen denken, boeien, je vreet me wat ik ben. Ja, oké, nee, dat is waar. Ja. Ik vind onze klinkeravond ook hilarisch. Ja. Daarna hebben we bij Lonski slapen. Ja. Met Jurre, Ormeet. Ja, nee, er is altijd wel wat. Ja, nee, alles is gewoon leuk. Dat klinkt zo stom, maar dat is echt zo. Ja. Als je op een gegeven moment gewoon iemand vindt waar je echt gewoon, dit is het of zo, en dan is alles goed. Ja, ik vind ook, ik vond ook onze pokeballavond bij jou thuis ook super leuk voor de houtwarming. Ja, dat was ook heel leuk. Dat was ook heel leuk. Dat was de eerste keer dat ik bij jou thuis was, hè? Ja. Toen heb ik de eerste keer jouw ouders en Thomas trouwens ook, en dat voor de eerste keer, en Charlie ook. Ja, ik vond het ook leuk toen we met Menno over het bankje peuk ging doen in de zon. Ja, zulke soort dingen. Ja, dat was ook heel leuk. Ja. Knutselen natuurlijk. Oh. Je hebt beneden zijn moeders atelier en dan gingen we lekker schilderen. Hadden allemaal hapjes, borstjes en chips en dan gingen we gewoon lekker schilderen. En dat kennen we echt allebei helemaal niet. Maar... Nee, dat was een soort therapie. Lekker de telefoon uit. Ja. Oh, ja, dat was heel leuk. Dat is een goeie. We hadden echt een gooise vrouwtjes geweest, als ook nog bij mij stond. Ja. Dan waren we echt, hoe heet die wijf? Ja, Anouk. Anouk. We zijn nu geen Anouk meer hoor, we hebben het heel rustig. Ja, maar ik bedoel het schilderen. Oh ja, oh ja. Jezus.
Ja, wie van jullie is de rommelkom? Nou, die is dus al beantwoord. Wat dan? Wat? Wie van ons is de rommelkom? Waarom is dat dan? Nee, een rommel! Oh. Ja, dat ben ik. Kijk, ik moet wel zeggen, ze doet het echt wel beter nu. Ja. Want ze houdt nu heel veel rekening met het feit dat ik dat dus heel vervelend vind. Ja. Ik raak gewoon snel gestrest als er rommel is. Mijn hoofd is al een rotzooi. En dan denk ik gewoon, ruim je fucking zooi op. Maar ik wil ook niet boos worden, want kijk, het is niet zo dat ik niks tegen haar durf te zeggen. En ik denk, nou, ik zeg niks, anders hebben we ruzie. Maar meer gewoon, ik denk, hoe boeiend is het nou? Is dit nodig om hier ruzie over te maken? En dan denk ik, nee, dan niet. Oh, raarste verhaal toen je dronken was. Maar dit soort dingen kunnen wij niet vertellen hoor. Nee, dat kan ik niet. Want onze raarste verhalen zijn ook gewoon echt raar. Maar dat is meer omdat het gewoon echt opper geheim is. Ja, dat. En weet ook niet wie dat allemaal kijkt, want ik kan bijvoorbeeld nu gaan vertellen. Maar ja, dat kan niet. Nee, en nee, nu klinkt het allemaal heel spannend, maar het is gewoon echt fucking dom. Nee, het zijn blunders, dat is het. Het is niet van. Het is gewoon, het zijn gewoon echt blunders. Ja. Misschien een tijdje dat je in slaap viel onder die tafel. Oh ja, nee, ja, oké. Nou, ik ben dus altijd zeg maar heel erg dronken. Ja, ik weet niet, ik heb gewoon geen rem. Plus, ik kan waarschijnlijk ook niet heel erg goed tegen drank. Maar ik drink ook heel snel en ik ben altijd dorstig. Dus het gaat gewoon, het is gewoon zo dat iedereen zeg maar eindelijk een beetje aangeschoten wordt. En ik op de grond lig. Nou, in het woudje heb je zeg maar een tafel. En onder die tafel heb je nog een soort ring. Wat is het woudje? Het woudje is ons danscafé. En nou, er zit een soort ring onder de tafel. Maar een soort breed. En daar kan je dus op zitten. Ik dacht, ik moet gewoon even rusten. En ja, toen dus soort slaap. Dus toen viel ik achterover. En, ja. Dat was wel mooi. Toen kwam ik er ook niet meer uit. En dus ja. Daar werd gewoon dat soort dingen. Maar kijk, dat vind ik grappig. Ja, dat vind ik ook grappig. Dat is niet echt iets ergs. Nee, toch? Nee, vind ik niet. Kijk, ondertussen is iedereen het ook van me gewend. Ja. Daar gaat ze weer. Ja, laten we lekker slapen. Ja. Dan, we kijken er niet eens meer naar om. Waar schaam je je voor qua gewoontes? Ja, wat bedoel je dan voor de ander? Of? Nou, ik schaam me wel dat ik dus heel vaak echt zo dronken ben. Maar is dat een gewoonte? Het zou geen gewoonte moeten zijn natuurlijk. Nee, maar dat komt door sterke drank. Dat weet je niet ook. Ja, afgesproken. Ik heb wel iets. Jawel, ik weet wel iets. Zeg maar als ik iets vind stinken, dat ik daar blijf ruiken. Oh ja. Ja. Ja, oh ja. Nou, niet echt dat ik me heel erg voor schaam, maar het is wel gewoon dat je zo echt denkt van, oh mijn god, niet doe normaal. Maar als mijn handen stinken, of als ik gerookt heb, of als ik dus aan mijn tunnel heb gezeten, dat stinkt dan heel erg, dan blijf ik eraan ruiken. En mijn moeder zei eerst altijd van, Niek, kap ermee. En nu is het dus Simone die dat zegt, want ik moet er gewoon stoppen. Ik weet dat het stinkt en ik blijf gewoon. Ja, maar gewoon zo inderdaad. Gewoon weer naar beneden. Ja. Het gaat gewoon niet met zo. Oh. Kussen! Hoe verdelen jullie de dingen? Neem aan dat ze bedoelen. De werkzaamheden. Werkzaamheden in huis. Ja, ik was en ik kook. Ik werk 's avonds en dan kom ik thuis en ik sta gewoon aan het koken. Dat is echt zo fijn. En je doet ook boodschappen als het Oh ja, boodschappen. Ja. En als het daar uitkomt, dan kan ik dat natuurlijk ook doen, maar in principe. En dan maak ik schoon. Maar ja, ik werk ook gewoon nog veel, dus dan is het eigenlijk prima verdeling. Ja. Klopt. Wat vinden jullie het leukst en het stomst aan elkaar? Oh. Nou, het leukste is dat je altijd lekker enthousiast bent, eigenlijk. Je bent altijd heel enthousiast. Stomst. Wat onprofessioneel! Dat vind je niet zo. Godverdomme, Charlie. Hoe durfde? Nou, het leukst aan jou vind ik. Ja, ik weet niet, dat klinkt heel stom, maar, zeg maar als ik dan Simone zie, ben ik gewoon meteen heel blij. Dus ik weet niet of dat komt door iets wat jij doet. Maar denk meer gewoon om wie je bent, gewoon of zo. Ja. Maar misschien ook omdat je zo goed bij mij past, dat kan ook. Ja. Heel open. Heel, sowieso niks is gek of zo. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn dat je dan dus alles maar kan vertellen. Dat is dus wel zo, maar niet dat het daarom zo fijn is dat je zo open bent, maar gewoon, ik weet niet. Je kan je dus zelf ook heel open opstellen. Je bent heel toegankelijk en er staat heel veel rust uit. Ik denk dat er daarom ook heel veel mensen zijn die heel prettig vinden om met jou om te gaan. Mm-hmm. Dus heb ik even geluk. Het stomst, het is niet per se iets wat jij doet, maar meer voor jezelf. Dus dat eigenlijk ben je best wel ambitieus, vind ik. Als in, je kan best wel doorpakken. Maar tegelijkertijd ben je wel heel snel al, als er iets dan tegen zit, dat je het best wel voor je uitzet. Stel iets gaat tegen, dan heb je niet zo zelf van, nou, ik ga dit doen om het goed maken. Dan denk je gewoon, nou, dat is kut. Ik zie later hoe dat gaat. Dat is ook mijn uitstelgedrag, omdat ik natuurlijk alles uitstel. Terwijl je juist wel altijd goede plannen hebt en heel goed weet wat je wil. En ik denk, hoe kan het nou dat dit dan nu zo. Dat is meer, maar dat is natuurlijk. Weet jij dat ik goed weet wat ik wil? Nou, kijk, meer gewoon zeg maar dat je precies weet wat je wel en niet wil. Dus je weet niet waar je wil zijn, maar wel gewoon hoe. Jij kan wel gewoon, maar dat ben jij ook gewoon. Jij kan wel heel erg stressen over iets. Dat je gewoon heel erg in de stress zit, inderdaad. En dat kan je dan moeilijk loslaten. Ja. Dat is ze, denk ik. Maar dat is niet per se stom, nee. Dat is niet dat het stom vind, maar dat je dat moeilijk kan loslaten, dat je daar heel lang in kan blijven hangen. Ja, dat heb ik zo wel zeker. Dat wel echt een soort grip heeft over je muur dan gewoon. Dat heb je wel. Maar ben niet lullig tegen Simone? Nee, dus daarom vind ik het niet per se stom, maar dat heb jij wel. Ja, en dat je bijvoorbeeld
heel vurig, dat is ook een dingetje, dat je heel vurig kan zijn als er bijvoorbeeld bij mij iets, weet je, van een jongen of zo, dan kan je wel gewoon zeggen van nou, dit is niet oké, je komt voor jezelf op, weet je wel. Maar zelf heb je daar wel heel, ja, dat is ook een ding, maar dat is ook niet dat ik stom vind, dan ben jij gewoon. Maar voor jezelf kan je dan wel over je heen laten lopen op dat gebied, terwijl je met andere dingen wel gewoon heel vurig bent en gewoon van, weet je wel. Ja, ik ben wel wisselvallig wat dat betreft. Ja, je bent heel, je hebt een hele sterke mening en ja, dan kan je ook wel echt gewoon zeggen van nou, zo gaat het niet. En dan kan je ook gewoon echt, ja, je kan super goed voor jezelf opkomen, bijvoorbeeld ook met werkgebied en dat soort dingen. Maar dan bijvoorbeeld met jongens of zo, liefdesgebied, ben je dan wel, ja, kun je wel heel erg over jezelf heen laten lopen. Daar zit wel een heel groot controle. Ja, dat vind ik ook niet stom van jou of zo, maar dat is gewoon... Ja, meer omdat het elkaar niet beïnvloedt. Ja. Ja, klopt. Ja. Waarin komen jullie overeen en waarin verschillen jullie van elkaar? Ik vind wel, zeg maar voordat wij gingen samenwonen, dacht ik echt van, dit moet het sowieso wezen, want wij hebben... weinig dat we een verschillende mening hebben. Wij vinden heel, wij delen over heel veel dingen hetzelfde. Ja, klopt. En ook ja. vaak dat als ik het dan niet denk en zij zegt iets, denk ik, oh ja, dat is wel zo. Ja, dus we vullen elkaar dan ook weer aan met de mening. Maar vaak liggen we wel gewoon op één lijn. Maar als er iets is waarvan ik denk, oh ja, maar zo denk ik er niet over, dan kun je wel inzien waarom dan. En dat heb ik ook bij jou. Waarin we verschillen. Ja, we verschillen dus ook wel weer heel erg. Maar ik besefte dat pas toen je hier kwam wonen. Ja, maar wat dan bijvoorbeeld? Nou, je hebt toch wel gewoon soms dat je dus inderdaad dingen anders aanpakt. Ja, 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 ja. Mijn discipline is misschien wel wat meer. Tegelijkertijd ben jij weer dat je zo gewoon soms denkt van joh, doe eens rustig aan, zoveel is ook weer niet aan de hand. Ja. Ik ben misschien soms wat serieuzer met dingen, maar te ook. Maar niet dat jij het niet serieus neemt, maar gewoon dat ik dingen ja, gewoon wat sneller wil aanpakken of zo, weet ik niet. Nou, dat sowieso, ja. Als jij ergens op zit, dan zit je erop en dan maak je het af. Ja, maar het komt bij jou wel weer ook goed. Dus dan moet ik weer van jou leren dat het dus helemaal niet uitmaakt hoe hard je ergens aangaat. Want je kan het ook gewoon even wat makkelijker voor jezelf maken door iets minder je klauwen erin te zetten of zo. Ja. Wat doen jullie in jullie vrije tijd? Ja, nu weer vloggen. Ja. Dat doen we allebei natuurlijk. Ja, een beetje series kijken. Ja. Ik moet zeggen, we hebben nu ook wel weinig tijd gehad. Ja, klopt. Nu wordt alles weer rustig in huis, maar er was echt wel gewoon heel veel te doen hier. Ik had het heel druk op werk, dat valt nu gelukkig ook wel weer mee. Ja. Dus er was ook gewoon, weet je, dan kwam ik thuis, we gingen eten, serie kijken en dan gingen we gewoon naar bed. En nu in je vrije tijd doe je bijvoorbeeld ook schoonmaken en ik dan weer wassen en koken. Maar ik vind koken ook echt leuk, dus dat zie ik nu ook wel iets wat ik in mijn vrije tijd doe. Maar ik denk dat dat ook is als je op jezelf gaat wonen. Op een gegeven moment je vrije tijd wordt dus ook dingen die je moet doen. Ja, maar wel dat, ik vind het in ieder geval wel leuk. Ik vind koken wel leuk, ik vind het eigenlijk ook best wel leuk. Even. Nou ja, dat scheelt. Ja. Tuurlijk. Boodschappen vind ik ook super leuk. Ja. Dat doe ik ook in mijn vrije tijd. Dat is je vrije tijd nu. Ja. Dus je deelt die gewoon nu anders in, want je moet ook wel. Ja. We hebben ook een Wii en we waren echt zo van plan om tering veel te gaan Wii'en. Nog geen één keer gedaan. Nee. Het komt er gewoon niet van. Nee. Wat vindt Simone van je huis en hoe zou je het huis zelf inrichten? Oh, dat is een leuke vraag. Ja. Het zijn twee verschillende vragen, maar ik denk niet dat ik zelf zo mijn huis zou inrichten. Maar ik zou ook eigenlijk helemaal niet weten hoe ik dat wel zou doen. Omdat ik daar gewoon nog niet echt over na heb gedacht. Ik heb wel een beetje een stelling met industriële lampen en zo, weet je wel. En ik hou ook wel gewoon van wit en van zwart. Ik heb altijd zwart ook aan. Maar of ik dat dan echt in mijn huis doe, dat weet ik ook niet. En ik voel me hier wel echt thuis. Dus ik vind het zo vet hier met al die kleuren en gewoon alle meubels. Ik zou het zelf denk ik niet zo bedenken, maar ik voel me wel echt thuis. En dat zegt ook wel iets. Ja, wat goed. Ja. Ja, maar hoe ik het zelf zou doen, dat weet ik echt niet eigenlijk. Maar dat is interessant. Dat dit niet is hoe jij het zou doen en toch voelt het als thuis. Dat is echt knap. Ja. Ja, dat komt ook door jou en gewoon door de hele sfeer. Maar ik voel me hier absoluut thuis. Dus misschien dat ik het wel zo zou doen. Ja, nu zie ik het ook op een andere manier, toch? Ik ben ook nog nooit in een huis geweest, denk ik, met zoveel kleur. Nee, ja, ik zelf ook niet. Hoe heb ik bedacht hoe alles er nu uitziet? Ik ben al, voor jongens waren heel erg fan van het hele diner gebeuren en helemaal fan van Grease en weet ik het allemaal. En ik vind diner style gewoon heel vet. En ik heb op een gegeven moment was ik van plan om in een woonboot te gaan wonen. En toen heb ik gewoon op Pinterest alles rondgekeken en alles gewoon opgezocht op diner, kleuren gekeken, wat bij elkaar past. En toen op een gegeven moment werd die woonboot dan, geen woonboot, maar goed, dat maakt niet uit, ik kon nog steeds die stijl natuurlijk gewoon erin houden. En toen zag ik later op Instagram dat Romy, die werkt dan nu voor Arlenoesjen, die ging op zichzelf wonen. En toen zag ik wel van oké, je kan dus echt gewoon heel veel prints combineren en dat staat nog steeds heel vet. Dus toen dacht ik oké, het wordt dan wel gewoon gek. Toen heb ik wel geprobeerd om dat diner een beetje in te houden door dus inderdaad die blokjesmuur en door alle lijstjes daar op de muur en dan een beetje te clashen met kleuren. En nu uiteindelijk is het een soort mix geworden van alles en nog steeds past het heel goed. Maar ik heb ook dit allemaal bedacht voordat ik hierin zat en voordat ik enige idee had hoe het eruit zag. Ik heb totaal geen rekening gehouden met ramen bijvoorbeeld. Want in principe de lichtroze muur die aan deze kant is, daar wilde ik eigenlijk de lijstjes op. Maar ja, toen bleek dat hier gigantisch raam zat en dat het helemaal niet kon. Maar nog steeds komt het eigenlijk nu heel mooi uit. En, hoe is jullie leven veranderd nu je uit huis bent? Niet. Je zit hier met je ouders. Mega. Een beetje gezin in ieder geval. En het is ook niet zomaar uit huis gaan, joh. Want nu, we wonen nu
met elkaar als beste vriendinnen. Dus dat is ook heel anders. Heel anders. Ja. Want ik weet zeker, als jij straks weg bent, dan moet ik gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het voor jou ook een gigantische klap is om straks weer thuis te zitten. Ja. Maar het is, ik heb wel heel erg nu nog steeds, dat ik, als we dan wat gaan doen, ik denk, ik hoef helemaal niet te zeggen dat we wat gaan doen. Nee. Dus daar moet ik nog heel erg aan wennen. Ja. Moet wel zeggen, ik ben altijd heel zelfstandig geweest. Ik heb altijd mijn eigen spullen gekocht en weet je, ik weet niet, niet dat mijn moeder nooit van me deed, maar ik was wel sowieso al heel erg van zelf dingen plannen en zo. Dus wat dat betreft, het is niet dat ik nu denk van, oh, dat deed mijn moeder altijd. Dat viel echt al heel erg mee. Totaal niet, ik was echt totaal niet zelfstandig. Nee, dus voor jou is dan wel weer een grote switch. Ja, maar zo voelt het niet. Maar ik ben dan benieuwd, als je dan straks teruggaat, of je dan dus dingen weer zelf oppakt of je denkt, mami kan het weer doen, bij wijze van spreken. Of dat je moeder ook zegt van, ik wil het weer doen. Of dat je moeder zegt, nou, je hebt het zelf ook gedaan, dus dat kan je nu ook doen. Ik denk dat mijn moeder wel gaat zeggen, je gaat wel eens koken. Dat denk ik wel. Oeh, de laatste vraag. Oh, nou, dat is eigenlijk niet zo'n leuke laatste vraag. Dit was een betere leuke. Dit was echt zo'n afsluitvraag. Oh, wat is dit dan? Waarom ben je zo vroeg al uit huis? Nou, dat klinkt alsof ik nu niet op die paar aankomt, omdat ik moest nadenken. Ik heb helemaal geen gezeik met mijn familie. Zoals jullie weten in de vlogs hebben ze me overal bij geholpen en ik heb gewoon een heel lief gezin. Alleen, ik ben wel gewoon iemand die heel graag op zichzelf is. Dat klinkt heel stom nu ik hier naast Simone zit, die bij me woont. Ja. Maar ik heb gewoon heel erg mijn eigen dingen en ook altijd al gehad. Dus ik denk ook dat ik echt wel sinds mijn 13e had ook van, als ik uit huis ga, dan doe ik het zo. En als ik uit huis ga, dan doe ik dit. En niet dat ik daar per se weg wilde, ik had hartstikke naar mijn zin, maar ik ben gewoon zo al zeker van wat ik wil en hoe ik dingen wil doen. Dat ik gewoon heel graag mijn eigen plekje wilde. En op een gegeven moment ging ik ook weer werken en kreeg ik op een gegeven moment wel gewoon vast werk ook. Dus, en toen kwam dit en ja, op een gegeven moment was het dan eigenlijk, het was gewoon een soort perfecte tijd. Sorry. Ja, en de perfecte mogelijkheid. Ja. Ja. Dit is natuurlijk gewoon, dit is gewoon... Ja, dit kan je niet laten schieten. Nee, ik denk ook als ik het zelf had willen doen, sowieso, ja, als je nu gaat inschrijven, volgens mij ben je pas over 10 jaar aan de beurt. Maar was ik ook nooit aan zoiets gekomen. Dit bestaat zowat niet. Dit is ongelooflijk. Ik ben ook elke dag nog super dankbaar. Het was tijd. Ja. De hoogste tijd. Ook voor het einde van de video. Ja, nou ja, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om hier naar te kijken. Simone die vlogt dus ook. Ik zal even haar kanaal link in de beschrijving. Dan kunnen jullie dat ook even checken, want zij is een famous YouTuber. Schaam, jezus. Vond je het leuk, doe dan even een duimpje omhoog. Hier beneden kan je abonneren op mijn kanaal als je het niet gedaan had. Wil je meer van mij zien, volg me even op Instagram. Neem me niet altijd serieus, tenzij je iets uit kunt halen. Maar vergeet verder vooral niet een klein beetje lief te zijn voor elkaar. Joe!